Goedemorgen. Kijk eens wat wij aan het doen zijn. De carnaval is voorbij. Het is tijd voor de grote schoonmaak op minicamping De Visser. De chalets worden gepoetst, van binnen, maar ook van buiten. En daar gaat het vandaag over. Moet je eens even kijken wat onze kleine man, klein, hij is inmiddels groter dan ik, toch in als vakantiebandje even voor jullie heeft gedaan. Ik draai jullie even om, zodat je kan zien waar hij mee bezig is. Hij is er zelf bij weggelopen natuurlijk. Maar in de winter, ik zal aan de andere kant beginnen. In de winter hebben die chaletjes toch wel heel wat te lijden. Want door wat schaduw en vochtigheid en slecht weer. Zie je wat er gebeurt aan die aan de chalet. Zo zien ze er in de zomer gelukkig nooit uit, maar ze hebben wat aanslag gekregen. Nu is dit door het snoeiwerk van dit jaar in verband met de zonnepanelen hopelijk verleden tijd. Want de zon kan er wat beter bij nu. Maar dit is het resultaat. Kijk, deze heeft hij gedaan. Hij ziet er weer keurig schoon uit. Stralend om het seizoen te beginnen. Wij poetsen nog even door. En we hopen dat jullie er gebruik van kunnen maken. Maar je kan het zien, er wordt hard gewerkt. En dat is allemaal voor een goed doel. Voor jouw verdiende vakantie. Welverdiende vakantie. Ik zou zeggen, tot ziens. Dag!